gaaf is het dat jullie kunnen laten zien wat je kan, waar je toe in staat bent, wat je leuk vindt en misschien ook nog wel een beetje in de zoektocht waar je talenten liggen. Misschien heb je in je hoofd een bepaald idee wat je heel erg leuk vindt, maar weet je nog niet zo goed de weg te bewandelen waar je dan naartoe moet of hoe je dat dan moet aanpakken. En is dit dus de dag? Is dit dus het moment? Zijn hier de mensen die je daar alles over kunnen gaan vertellen? Ja, ik had zelf niet verwacht dat het goed zou gaan, maar er kwam uit dat het goed ging. Je kreeg cijfer 1 tot en met 4 en ik had een 3. Dus dat is goed en ik ben uitgenodigd om nog een keer terug te komen. Deze Paralympische Talentdag is voor ons super belangrijk. Wij kiezen hiervoor omdat dit eigenlijk de weg is die het meeste rendement oplevert. Op Olympische variant is via een club en dan word je wat beter en dan kom je bij een district. En dan kom je vervolgens bij een RTC terecht en vervolgens bij een echt nationaal bondsprogramma. Dus een vrij lange weg. En Paralympisch is het eigenlijk heel anders. Dus dan hebben we zo'n talentendag en dan vinden we eigenlijk gewoon de beste talenten voor de Paralympische Spelen. Dat kan gaan voor nu, voor over 3 jaar, voor Tokio, maar ook zelfs voor over 7 jaar, voor Parijs. Vanaf de talentendag in 2012 ben ik eigenlijk gelijk volledig verkocht aan het roze basketbal. En tot op de dag van vandaag is dat nu gewoon mijn leven geworden. Dus schoolgaand meisje ben je ineens naar topsporter gegaan. Als je gewoon zelf bij een vereniging, hockey of voetbal of iets anders doet, dan train je 2-3 keer in de week en speel je op staat op een wedstrijd. En nu ga je opeens 6-7 dagen in de week trainen en daartussen is het moeilijk om nog iets anders te doen. Dus het is echt van sporten erbij naar sport is alles.